Er stond daags na de bekerwedstrijd tegen FC Volendam maar een klein groepje op het veld. De meeste spelers werkten binnen hun programma af. PSV had donderdagavond verrassend veel moeite met de Volendammers. We hadden lang nodig om Volendam klein te krijgen. Ze hebben zich goed geweerd, klein gemaakt, weinig ruimte weggegeven en een hele goede keeper. Die keepte een fantastische wedstrijd, waardoor ze ook heel lang in de wedstrijd bleven. Maar goed, uiteindelijk is het toch gelukt en zijn we doorgegaan in de beker. En daar ging het natuurlijk om. En winnen geeft in ieder geval ook een goed gevoel. Dus tegen Volendam miste PSV Bergwijn, Pereiro en Locadia. En van die drie stonden er vandaag twee weer wel op het veld. Met Steven en Gaston daar gaat het goed mee. Die trainen gewoon mee. Jurgen wordt nog getest. Het zal nog een twijfelgeval zijn of die er zondag bij is. Toch wat last van zijn enkel. We zullen morgen moeten kijken of hij mee kan trainen. Als hij meetraint, dan kan hij bij de selectie zitten. Ja, zo niet, dan komt de wedstrijd te vroeg. En als je op zoek gaat naar linkjes, kom je natuurlijk terecht bij Chris van der Weerde en bij Marco van Ginkel. Beiden speelden in hun carrière in Arnhem bij Vitesse. En dat geldt ook voor doelman Eloy Room. En natuurlijk ook voor PSV-trainer Philippe Cocu, die de Arnhemmers als een hele lastige ploeg ziet. Ik denk, zoals ik het zie, dat Vitesse net achter de top 3 komt. Ik heb dat hier in het begin van het seizoen al een keer aangegeven. Als je kijkt hoe zij hebben ingekocht, wat voor spelers. Dan hebben ze gewoon een kwalitatief hele goede selectie. Maar ook met spelers die al heel veel vlieguren hebben in het betaalde voetbal. Dat met de kwaliteit, dan maakt ze toch een hele, hele sterke ploeg. En ik denk dat ze, ik verwacht dat ze kort achter de top 3 zullen eindigen. Oh ja, en het houvast voor komend weekend. Sinds de opening van de Gelredome in 1997 heeft PSV daar nog nooit verloren. We moeten zorgen dat we dat zo houden. Dat zou mooi zijn als dat weer lukt. Het zijn meestal wel kleine uitslagen geweest, maar we hebben de wedstrijd wel vaak naar ons toe kunnen trekken. Dat moeten we zondag weer proberen. Kun jij hem trouwens nog herinneren, de laatste nederlaag tegen Vitesse? Daar weet ik niet. Maar... Die 97, laatste keer op Monnikenhuizen. Jij speelde bij PSV. Arco Jochemsen maakte de 1-0 van de afstand. Ja, dat zegt, schiet me wel weer te binnen, ja. Nou, we moeten zorgen dat we gewoon weer winnen, want het zijn natuurlijk de laatste weken voor het blok met de internationale wedstrijden. Is het van belang om die wedstrijden ook goed af te sluiten.